Jupiter heeft net Callisto aangerand en meteen na de misdaad is hij terug omhoog gevlogen. Victor, hadden we nog gelezen, superum petit aetera Victor, dat hij als winnaar, als je het winnaar mocht noemen, want hij is misdadiger eigenlijk, hè, terug omhoog vliegt richting hemel. Callisto, die eigenlijk in een bos schaduw was gaan opzoeken en rust na een vermoeiende voormiddag jagen. Voor haar is dat bos geen aangenaam belevenis geweest. Integendeel, het bos is getuige geweest van die misdaad. Dus zij wou zo snel mogelijk uit dat bos weg. En in haar haast vergat ze, en dat waren de laatste versen die we gelezen hadden in Fragmenten Misdaad. In haar haast en een volledig van de kaart vergat ze bijna haar wapens waarmee ze was gaan jagen. Hè. Dus haar boog. En haar pijlen. En dan nu begint het volgende fragment, de schaamte. Ecce suo comitata coro dictina per altum, maenalon ingrediens et cae de superba ferrarum adspicit hanc, visamque vocat, clamata refugit, et timovit primo, ne Jupiter esset in illa. Ecce leidt hier gewoon een vraag in, een mededeling, nee, kijk, zie. Suo comitata coro, comitatus aum staat hier rechts uitgelegd, begeleid, voltooid deelwoord. Komt overeen met het onderwerp, dictina, staat dus als bepaling van gesteldheid ook in de nominatief vrouwelijk enkelvoud. Begeleid, nu verwacht je door wie in de ablatieve. Suo coro. Chorus is een hoop mensen die u volgen. Vaak is dat in religieuze context de volgelingen van iemand, van een god. Hier is dat ook het geval, hè. Meestal dansen die dan ook, want een van de betekenissen van koros is rijdans. Maar hier is het gewoon algemene benaming voor een groep, een gevolg, een bende. En het gaat hier over de nimfen die samen met de Diana, die hier omschreven wordt als Dictina, jagen, hè, en steeds in haar omgeving vertoeven. Dictina is een van de vele synoniemen van Diana. Dit valt een beetje onder poeta doctus, dus hiermee toont Ovidius dat hij weet dat er op de Dicteberg in Kreta, hè, dat in de oudheid de Dicteberg in Kreta bekend stond als uitstekend jachtterrein, en daarom dat men toen ook geloofde dat de godin Diana daar vaak ging jagen. Dus zij van de Dictaberg is Diana, hè. Dictina is hier Diana. Letterlijk de Dictinis, de godin van de Dictaberg, vlot Diana. Dus begeleid door haar gevolg, wat doet Diana? Om uw eerste persoonsvorm tegen te komen, moet jullie verder lezen tot adspicit. En quae verbindt adspicit met uw tweede persoonsvorm, vocat. Adspicit. Adspiceren, bemerken, zien. Hier in het praesens, maar een historisch praesens. Dus Dictina zag, leidend voorwerp, Hank van hik, haik, hok, aanwijzend voornaamwoord. Het verwijst hier naar Callisto. Dus Diana zag deze, letterlijke, dit meisje, vlot haar. Adspicit anc, accusatief vrouwelijk enkelvoud van hic, haec, hoc. Visamque vocat, opnieuw een persoonsvorm met een leidend voorwerp in accusatief, opnieuw vrouwelijk enkelvoud, want het verwijst naar Callisto. Vocare roepen, nog steeds historisch praesens, en ze riep, en wat staat hier dan letterlijk? Visam, is een participium, passief participium perfectum. Accusatief vrouwelijk enkelvoud van videre. Ze riep, zij die gezien was. Er staat hier letterlijk, hè? Dus Diana bemerkte dit meisje
en ze riep haar die gezien was. Ze riep haar nadat ze haar gezien had. Of vlot mocht van Wisam ook een persoonsvorm maken. Hè. Ze zag haar en riep haar. Dus Diana, die met een gans gezelschap, gevolg, begeleid wordt, waarschijnlijk opnieuw aan het jagen is, hè. Op een gegeven moment ziet zij Callisto en roept ze haar. Wat krijg je dan nog bij Dictina? Dat zijn we overgeslagen. Ingredients. Ingredients is een participium. En het komt overeen met Dictina. Ingredi, verder gaan. Deponent hier. En dus participium present, nominatief vrouwelijk enkelvoud bij Dictina. Participium present vertalen we hier vlot. Terwijl ze voortging. En dan wordt nog de streek omschreven waar Dictina met haar gevolg aan het jagen was. Per altum Mainalon. Over de hoge Mainalos. De Mainalos is een gebergte in Arcadië. Arcadië, zuidelijke deel van Griekenland, hè, Peloponnesos. Ook een streek waarvan men wist dat Diana er graag ging jagen. Dus je hebt hier eigenlijk twee toevoegingen, geleerde toevoegingen. De godin van de Dictaberg, en dat verwijst dan naar Kreta. Mainalon is een berg in Arcadië. Ze kan natuurlijk niet op hetzelfde moment in Kreta en in Arcadië gaan jagen, hè. Dus die toevoegingen zijn hier vooral, die passen binnen dat ideaal van poeta doctus, geleerde poëzie. Het zijn twee verwijzingen naar Diana. Dus terwijl ze over de hoge Mainalos voortging, Griekenland is een vrij bergachtige streek, hè. Dat is niet vlak, heel heuvelachtig, bergachtig. Vandaar per altum Mainalon. Mainalon in enjambement vooropgezet. Dus we hebben voorlopig al Dictina begeleid door haar gevolg. En terwijl ze over de hoge Mainalos voortging, en dan krijgen we nog een bepaling bij Dictina, superba. Superbus aum, trots, fier. En fier, waardoor is ze fier? Wat maakt haar fier? Kaide, BWB oorzaak. Kaides, moord, het slachten. Dus trots door het slachten van wat? Ferarum, het slachten van wilde dieren. Dat verwijst hier naar de buit, de jachtbuit. Hè. Ze zijn gaan jagen en ze zijn succesvol geweest, dus hebben heel wat ferai, wilde dieren, te pak gekregen. Hè. Geslacht, en ze is daar superba. Trots op. Zij is natuurlijk de godin van de jacht, hè. Dus mocht zij niet trots zijn op een mooie jachtbuit, zou maar erg zijn. Dus het staat hier, het caide superba ferrarum, en trots door het slachten van wilde dieren. Dus caide, ablatief, vrouwelijk enkelvoud van caides, BWB oorzaak bij superba. Superba is nominatief vrouwelijk enkelvoud, want bepaling van gesteldheid bij Dictina. En ferarum, die genitief vrouwelijk meervoud, hè, van fera, wild dier. BVB, wat is de rol? Leidend, hè, bij Kaide, het slachten van wilde dieren. Zij slacht wilde dieren. Wat slacht zij wilde dieren? Dus die genitief kunt je als leidend voorwerp zien. Daarom de rol leidend bij Kaide. En dan hebben we van Ekke tot en met Wokat doorlopen. Ik zal nog eens even herhalen. Zie daar, terwijl de godin van de Dictaberg, of gewoon Diana, begeleid door haar gevolg, voortging over de hoge Mainalos en trots op het slachten van wilde dieren, bemerkte ze dit meisje en riep ze haar die gezien was. Of vlot zag ze haar en riep haar.
Wat gebeurt er dan? Clamata refugit. Het onderwerp van Adspigit en het onderwerp van Wokat is, is Diana. Hè? En Hank en Wissam verwijzen naar Callisto. Dus Diana zag Callisto. Callisto werd gezien door Diana. Diana riep Callisto. Clamata refugit. Clamata komt van clamare, passief participium perfectum, nominatief vrouwelijk enkelvoud. Zij die geroepen was, refugit deinsde terug. Dus ze zetten een pas achteruit, uit angst, uit schrik. Het is logisch dat dit niet meer over Diana gaat. Want de persoon die geroepen is, hier, is Callisto. Dus het onderwerp van refugit is Callisto. Zij die geroepen was, deinsde terug. Nadat ze geroepen was, deinsde ze terug. Clamata refugit. Clamata nominatief BVG, hè? Bij het onderwerp van refugit. Wat doet ze nog? Et timuit. Timere. Bang zijn. En ze was bang. Waarom gebruikt hij hier geen historisch presens? Tot nu toe doet hij dat, hè? Ad spigit. Wokat, refugit, nu schakelt hij wel plots over op een perfectum. Waarschijnlijk voor de klanken, hè. We zitten hier met refugit, de E, de I en de U. Refugit, et timuit, de E, de I en de U komen terug. En de I en de E en de U worden ook verder gezet, hè. Primo, ne, Jupiter, U, I, E. Dus de E, U, I, de E, I, U past beter in de klanken van dit vers. Stel dat hier presens had gestaan, heb je gewoon het team het. Dus verdwijnt de u. En bovendien heb je dan de lettergreep te weinig. Timuit zijn er drie. Dat kan een reden geweest zijn. Hè? Goed. Et timuit. Dus naast refugit een nieuwe persoonsvorm verbonden door et. Dus refugit, et timuit. En ze vreesde, ze was bang. Primo. Dat is een bijwoord, aanvankelijk. En de zaak waarvoor je bang bent, staat in het Latijn dan in een volatieve voorwerpszin. Ze was bang dat, puntje, puntje, puntje. En was er zo apart aan de volatieve voorwerpszin bij een verbum timendi, want timuit is een verbum timendi. Je krijgt niet ut met de conjunctief, maar nee met de conjunctief. En dan moet je opletten, goed opletten, dat je deze nee niet vertaalt met dat niet, wat uw reflex is, want meestal vertaalt je nee met dat niet. Maar na een verbum timendi vertaalt je nee met dat. Dus dan hebben we, en aanvankelijk was ze bang, dat Jupiter in haar was. Esset conjunctief imperfectum van esse. Waarom conjunctief? Want persoonsvorm in volatieve voorwerpszin. Waarom imperfectum? Dan moet je het hebben over de tijdsverhouding tussen esset en timuit. Esset drukt gelijktijdigheid uit ten opzichte van timuit, een verleden tijd. Gelijktijdig ten opzichte van verleden, dan gebruikt men imperfectum. Dus ze was bang aanvankelijk dat Jupiter in haar zat. Ila, aanwijzend voornaamwoord, ablatief vrouwelijk enkelvoud hier, hè? BWB, plaats. Ila verwijst naar Callisto. Dus begrijpelijkerwijze, zij is al een keer gefopt door Jupiter, dus zij dacht dat zij, in het vorige fragment dacht zij dat zij tot Diana aan het spreken was, maar dat was Jupiter vermomd als Diana. En zo is Jupiter dicht bij Callisto kunnen komen en heeft hij haar kunnen aanranden. Dus wanneer Callisto nu opnieuw, maar dan weliswaar door de echte Diana, wordt gezien en geroepen. Uiteraard is zij aanvankelijk eerst terug een beetje bang. Is dat nu de echte Diana of is dat alweer Jupiter dat zich vermomd heeft als Diana en dan nu voor ronde 2 komt? Dus dat is de betekenis van dit vers, daarom dat Callisto zo bang is. Dat is een perfect logische angst.
dat voor de inhoud van deze eerste vier verzen. Stilistisch valt u natuurlijk op, zoals altijd, dat Ovidius ervoor zorgt dat zijn verzen goed klinken. Hier, ecce suo, comitata coro, rijmeffecten, een soort binnenrijm, ictus op de o, ictus op de o, hyperbaton, ecce suo, comitata coro. Je hebt een césuur achter suo, een césuur achter coro, dus er is echt bewust hier gespeeld met die eindklanken van de o. Hè. Dan had ik al gezegd, hier, hè, het hyperbaton altum, het hyperbaton, het enjambement altum mainalon, waardoor mainalon voorop komt in volgend vers. Let ook hier op de eindcadans, superba ferrarum, de welluidendheid, hè, u, e, a, e, a, u, en de r komt terug. Superba ferrarum. En bovendien heb je ook een eindrijm met het einde van vorig vers. Per altum ferrarum. Dus dat bewijst, hè, dat is keer op keer dat ik dat hier moet onderlijnen. Dichters uit die periode. Poëzie in de oudheid werd vooral voorgedragen, voorgelezen. Daar werd naar geluisterd. Waarom het zo belangrijk is, hoe goed die versen moesten klinken. Hè? Vandaar mijn blijvende nadruk daarop. En daarom kan het ook geen kwaad om thuis af en toe dat eens te scanderen en declameren. Dan hoort je dat ook. Ecce suo comitata coro, dicti naper altum mainalon, ingrediens, et cae de superba ferrarum, hè? UEA. E-A-U, per altum ferrarum, cae de superba ferrarum. Dat gaat goed samen, die klanken. Hè. Dan, ad spicit in enjambement. En dat versterkt hier de inhoud. Hè. Want wat hebben we hier als decaar? Diana is met haar volgelingen aan het jagen. Beschrijving. Dat gaat ook best snel. Vrolijk. De eerste twee versen, dat is overwegend dactielen. Als je dat hier scandeert, zijn heel veel dactielen. Ecce suo, comitata coro, mainalon ingrediens, cae de superba. Dus dat is een vrolijke, snelle cadans. Ze zijn aan het jagen. Hè. En dan, plots, tijdens die jacht, ziet Diana Callisto. Dat plotse waarmee de Callisto ziet, dat wordt hier versterkt door het enjambement van ad spicit. En dan valt er zeker iets te zeggen over vers 443. Want wat zie je? Je ziet ten eerste al een chiasme. Hè? Persoonsvorm, leidend voorwerp, persoonsvorm. A, B, B, A. Ad spicit anc, visamque vocat. Let op de klanken. De A, de I en de A komen terug. De I, de A en de A wordt hier opnieuw. De nictus zit vier keer op de A. Hè. Ad spicit anc visamque vocat. De K komt terug. Ad spicit anc visamque vocat. Je hebt een allitererend effect hier met de W. Visamque vocat. Dus ook hier, en stel dat je zegt, ja, dat is allemaal overdreven. Ga zelfs verder, hè? Ook hier, ictus op de A, clamata. En opnieuw de K-klank die terugkomt. Die K-klank zit ook in de G, hier, hè? Refugit. Dus klankherhalingen zitten ook hier sowieso in. Chiasme. A, B, B, A, alliteratie. En dan moet je eens kijken op, moet ik het zeggen, de zintuigen en actief en passief. Ad spiekeren, zien, visam gezien worden. Zien, gezien worden. Vocare roepen, clamare ook roepen, maar hier is het actief en hier is het passief.
te zien gezien worden, roepen geroepen worden. Dus in dit vers wordt er ook gespeeld met actief-passief en het zien en het roepen. Dus je hebt hier een opeenvolging binnen één vers van zij ziet haar, zij wordt gezien, zij roept haar, zij wordt geroepen. Daarmee speelt Ovidius hier in dit vers. Hè. Bovendien, dat dat samen hoort, wordt ook benadrukt door de césure. Ad picidang, césure. Visam que vocat, césure. Clamata refugit. Goed. Et timuet primo ne Jupiter esset in illa. Ook hier heb ik al gezegd, de klanken gaan goed samen. Hè. De I en de U en de E komen hier opvallend terug. Hè. E, I, U, U, I, E, et timuit, Jupiter. En de E en de I komen hier ook terug op het einde. Hè. Dat voor de stijlfiguren. En daarmee heb ik het belangrijkste gezegd. Over deze eerste vier versen. Hè. Dus hier ook bij de inhoudelijke bespreking goed nagaan of jullie weten naar wie Hank verwijst, wie Ila verwijst. Wanneer Diana het voorwerp is, wanneer Callista het onderwerp is en zo verder. Dan kunnen we verder. Sed postquam pariter nymphas incedere vidit, sensit ab esse dolos, numerum qua cessit ad arum. Een bijwoordelijke bijzin ingeleid door postquam hier, bijwoordelijke bijzin tijd, persoonsvorm is hier vidit. Postquam staat altijd met indicatief perfectum. Ook al verwacht je, zoals hier, plusquamperfectum. Waarom had hier eigenlijk een plusquamperfectum moeten staan? Kijk naar je hoofdwerkwoord. Sensit, dat is verleden. Als er dan een bijzin voor staat, ingeleid door postquam, voordat ze puntje puntje, voelde ze puntje puntje. Wat je postquam uitdrukt, moet vroeger gebeurd zijn dan sensit. Dus dat moet hier voortijdig zijn ten opzichte van verleden. Dus dit had eigenlijk plusquamperfectum moeten zijn. Maar opnieuw, wie de rat, drie lettergrepen, wie dit, twee. En bovendien heb je de grammaticale regel, postquam staat altijd met indicatief perfectum. Dus onthoud gewoon wie dit bij determineren actief indicatief perfectum, maar vertaal alsof er een plusquamperfectum staat. Dus nadat ze gezien had, wat had gezien? Bij een verbum sentiendi, zintuigen, hè, zien, krijg je nu een kleine a plus i, mededelende voorwerpzin, pariter nymphas, een nymphas in kederen. Dat hè, samen, bij te denken, samen met Diana, de nymfen verder gingen. In een a plus i drukt present, infinitief present uit gelijktijdig met verleden, daarom, voortgingen en niet voortgaan. Dus, maar nadat ze gezien had dat de nymfen samen verder gingen, dus dat zijn die nymfen die hier de chorus vormen, het gevolg van Diana, die nymfen die gaan samen met Diana. En dat is voor Callisto een bewijs, dan moet het wel gaan om de echte Diana, want Jupiter, die wacht gewoon tot een van die meisjes, een keer alleen is, denk aan vorig fragment, custode vacantem, hè? En dan slaat hij toe. Maar het feit dat zij nu Diana ziet, begeleid en gevolgd door al die nymfen die samen met haar voortgaan, dat is in de ogen van Callisto een bewijs, dan moet het wel gaan om de echte Diana en niet om Callisto. Want die nymfen voelen zich op hun gemak bij haar. Hè? Goed. Dus nadat ze gezien had dat de nymfen samen verder gingen, sensit, uw hoofdwerkwoord, zag ze, merkte ze, had ze door, begreep ze, verbum sentiendi, en dan krijg je nu ook een kleine
A plus I bij een mededelende voorwerp zijn waarvan dolos onderwerp is in accusatief en ab esse u infinitief, zag ze dat listen afwezig waren. Dus dat er geen bedrog, dat er geen list, dat er geen bedrog in het spel was. Dus niet zoals in vorig fragment dat Jupiter via een list door zich te vermommen als Diana toegang had gekregen tot Callisto. Nu merkte zij dat ze door dat listen afwezig waren. Dus geloofde nu echt dat het ging om Diana. Dus ze vertrouwt het. Daarom ook dat ze numerum qua accessit ad harum en accedere gaan naar en ze ging naar ad plus accusatief. Maar die numerum hier moet je bij ad zetten. Accessit ad numerum arum. En ging ze naar de groep, het aantal letterlijk van deze, dus van deze nimfen. Letterlijk staat hier, ging ze naar de groep van deze. Voegde ze zich bij de groep nimfen. Numerum accusatief BVB richting, bij accessit ad. En arum is dan genitief BVB geheel bij numerum, want numerum drukt hem hoeveelheid uit. Hè? Daarbij krijg je vaak in de genitief BVB geheel. Waarom wisselt hij hier die volgorde op? Dat is voor de klanken. Hè? Accessit ad, ak, ad, arum. Accessit ad arum. Die klanken gaan hier beter bijeen. De normale volgorde zou geweest zijn ad harum numerum accessit. Terwijl je nu numerum qua accessit ad harum, die klanken gaan beter bijeen. Accessit ad harum. Numerum qua rum. En je hebt dan zo ook numerum qua ad harum. Je hebt een soort binnenrijm hier. Hè? Rum, arum. Dus, puur grammaticaal heb je hier een bijwoordelijke bijzin van tijd. Met bij wie dit... Nymfa's in kedere pariter en A plus I. En dan heb je je hoofdzin, die bestaat uit twee persoonsvormen, sensit en accessit. Sensit inversie voorop. Waarom met inversie voorop? Zo benadrukt Ovidius de inhoud, hè, dat Callisto het nu beseft, inziet, doorheeft, het is de echte Diana. Om dat te benadrukken dat ze doorheeft dat er geen list is, zet ze sensit voorop. Wat kan daar nog het voordeel van zijn? Vorig vers begon met set, nu met sen. Puur klankmatig heeft dit ook voordelen. Hè? Kijk naar de eindklanken van vorig vers, de i en de e. Hier de e en de i. In kederen wie dit sen zit, wie dit sen zit. Bovendien krijg je zo ook een chiasme. Hè? Als je even mee nadenkt. Hoezo een chiasme? Hier heb je a plus i. Paritaire nymfa's in kederen. Persoonsvorm, wie dit? En dan heb je nu persoonsvorm en dan A plus I. Dus je hebt A, B, B, A. In de volgorde van je A plus I en je persoonsvorm heb je een switch. Waardoor de werkwoorden nadruk krijgen. Hè? Wie dit op het einde? Ze zag de nymfe in de omgeving van Diana. En sensit, zij leidde daaruit af. En ze zag in, oké, de nymfen zijn bij Diana, dus moet het wel om Diana gaan en niet Jupiter. Om dat te benadrukken, hè, het zien en het dan doorhebben dat er geen list is, staat widit mooi op het einde van vorig vers en sensit in het begin van volgend vers in inversie. Waarbij je doorloos en dat er geen listen zijn, voor de 6 uur komt te staan, wat ook een positie is met nadruk. Hè? Dus sens sit ab esse dolos, let ook op de klankherhalingen hier van de S. Sens sit ab esse dolos. Numerum quac es sit ad arum. Numerum quac es sit ad arum. De U, de R, de M en de A komen hier in de tweede vershelft terug. Hè? Numerum quac es sit ad arum. Dus in het begin hier, Timoïd, was Callisto nog op haar hoede.
Diana roept mij. Ze heeft mij gezien, maar is dat wel de echte Diana of zit Jupiter nog in haar? Maar dan merkt ze, de nymfen hier, hè, die gaan samen mee met haar. Die vertrouwen haar. Dan zal ik haar ook wel moeten vertrouwen. Hè. Dan zal het wel om de echte Diana gaan. Want Jupiter, die zorgt er meestal voor, zoals wolven. Hè. Zoals wolvenjagen, die zorgen ook dat ze een zwak deel van de kudde kunnen afzonderen. En dan wanneer het alleen is, dan slaan ze toe. Maar hier ziet Callisto Diana en de nymfen gezellig samen. Dus heeft ze door. Nu zal het wel niet om een list gaan. En dan blijft ze niet meer alleen, maar voegt ze zich bij de groep. Dus waarschijnlijk door de info die we nu krijgen, dat Callisto nu pas, nu ze Diana vertrouwt, zich terug bij de groep aansluit, wil het waarschijnlijk hier zeggen dat op het moment dat Diana haar ziet en roept, dat ze hier alleen was. En dat dat dan waarschijnlijk een reden was geweest voor Diana, alleen daar ze, Callisto, de voorbije dagen liep die altijd voorop in de strijd van het jagen en was dat een van de vurigste dames in mijn troep volgelingen. En nu mis ik haar en dan ziet ze Callisto daar wat alleen zitten en Diana vindt dat waarschijnlijk inderdaad een beetje raar. En daarom roept zij haar, hè, en waarschijnlijk heeft ze gezegd, kom Callisto, wat zit je daar in je eentje te doen? Kom mee jagen en sluit je aan bij de groep. En dat is wat ze dan hier ook doet, hè, in vers 446. Numerum quaces citataro. Eu quam difficile est crimen non prodere vultu. Wanneer ik het zo voorlees, merk je al dat er meer spondeeën zijn dan in de vorige vers. Deze versen gingen over het jagen van Diana, hè, trots op de buit, en ze doet dat samen met de nymfen. En het gaat allemaal snel, heel veel persoonsvormen hier. Een snelle cadans, heel veel dactielen. Nu verandert de toon, nu verandert de inhoud. Dit leek nog gezellig samen jagen. Hey, kom, doe terug mee, met z'n allen gezellig samen. Callisto terug bij de groep. Maar de inhoud hier is, hoe moeilijk is het de misdaad niet met je gezicht te verraden? Dus dat Callisto in haar gezicht, haar lichaamstaal, moeilijk kan verstoppen wat er met haar gebeurd is. Dus waarschijnlijk zal op haar gezicht afgelezen te staan dat er iets niet klopte. Hè? Dat ze niet haarzelf meer is. Dus de toon is terug droevig. En daarom deze pathetische uitroep vooraan. Au, ach. Garme, helaas. En dan heb je hier zo'n uitroep, zo'n zware uitroep. Vandaar ook een uitroepteken. Hoe moeilijk is het een misdaad niet te verraden op je gezicht? Waarbij Ovidius in dit vers medelijden toont met Callisto. Hè. Callisto, slachtoffer van Jupiter. En ze wilt zich terug in haar oude routine storten, hè? Dus mee gaan jagen met het gezelschap van Diana, maar het is toch niet meer zoals daarvoor. Ze kan niet verstoppen, puur op haar gezicht, wat er met haar gebeurd is. En dat is erg. Dat wekt medelijden op. Hè? Quam difficile est. Dus je hebt hier, als we het dan grammaticaal hebben, est een persoonsvorm. Difficile is nominatief onzijdig enkelvoud NWD. Wat is dan onderwerp? Crimen non prodere vultu is in zijn geheel onderwerp. Als iets, als een gans stuk zin onderwerp is, en dat is grammaticaal onzijdig enkelvoud. Daarom staat er difficile en niet difficilis. Bij deze verse, de aandachtige lezer zal hier doorhebben, hier zinspeelt Ovidius op. Even checken. Vers 433, hè. Waar hij zegt, nexe sine crimine prodit, en Jupiter
verraadt zich niet zonder misdaad. Ovidius herhaalt hier zowel crimen als prodere. Maar het is wel in een ganz andere context. Het eerste gebruik was, van het moment dat Jupiter dicht genoeg was bij Callisto, vermomde hij zich niet langer, toonde hij zijn ware gelaat, Jupiter, en randde hij Callisto aan. En hier ziet je opnieuw dezelfde woorden terugkeren. Quam difficile est crimen non prodere vulto. Die aanrading heeft nog altijd gevolgen voor de lichaamstaal van Callisto. Dus op haar gezicht zal zij dan niet kunnen verborgen hebben hoe zij zich voelt. Hè. Kunt u misschien afvragen waarom zegt ze dat niet gewoon eerlijk? Wat er is gebeurd, hè? Ze is aangerand door Jupiter. Dat ze dan een keer zegt tegen Diana, dan zal Diana wel kwaad worden en Jupiter onder zijn voeten geven. Callisto zegt dat niet, omdat Diana naast godin van de jacht ook de maagdelijke godin is. En van haar werd verwacht dat zij nooit fysiek contact had met een man. En dat werd eigenlijk ook verwacht van de dames, de nymfen die in haar omgeving vertoefden. Dus wanneer Callisto nu zou zeggen, een man heeft mij aangeraakt en meer dan dat, ook al is zij een slachtoffer, voor Diana had dat geen verschil gemaakt. En dat is een fundamenteel verschil tussen de moderne visie en de visie in de oudheid. In de oudheid, waarschijnlijk herinnert u ook uit tweede middelbaar het verhaal van Lucretia, vrouwen die werden verkracht en dus eigenlijk slachtoffer waren, dat maakte eigenlijk voor de gemeenschap toen niet veel uit of die nu slachtoffer waren of niet. Het resultaat bleef hetzelfde. Ze waren verkracht, ze waren aangerand en dat bracht sowieso schande, niet alleen voor die dames in kwestie, omdat hun eer niet meer intact was als maagd, maar ook omdat zij zo schande hadden gebracht over hun familie, over hun dorp, over hun gemeenschap. Dus daarom dat Callisto dat hier natuurlijk probeert geheim te houden en dat niet vertelt met woorden, maar ze kan het niet geheim houden, want haar gezicht verraadt al dat er iets verschrikkelijk gebeurd moet zijn. Goed, dat voor dit vers hier, hè, vers 447. Quam difficile est crimen non prodere vultu. En de meerdere spondeen in dit vers die benadrukken de zware toon waarop deze zware woorden worden gezegd. En het is ook een beetje een litotische manier van van formuleren. Hè. Hoe moeilijk is het een misdaad niet te verraden door middel van je gezicht? Je ontkent eigenlijk het tegendeel waarmee je zegt, het is heel moeilijk op je gezicht te verbergen wat er gebeurd is. Wie nadenkt over de grammatica hier ablatief, je kunt dat zien als middel, hè. Je gezicht gebruik je als middel om te tonen vaak wat je voelt, bewust of onbewust. Dus je gezichtsmimiek, wat je met je gezichtsspieren doet, dat verraadt vaak hoe je je voelt. Hè. Dus vultu, je kunt dat hier beschouwen als ablatief, bbb, middel. Sommigen maken hiervan plaats dat je op je gezicht kunt aflezen hoe je je voelt. Dat kan ook. Belangrijk is hier dan dat je grammaticale uitleg overeenkomt met je vertalingen. Als je Wultu ziet als BB plaats, moet je ook vertalen met op haar gezicht. Ziet je Wultu als ablatief BB middel, vertaalt je met je gezicht. Dus op haar gezicht toont zij eigenlijk wat er gebeurd is. En in de volgende verse geeft Ovidius nog meer details die aan niet alleen de lichaamshouding, maar ook aan de veranderde gewoontes van Callisto aantonen, dat men kan zien hoe zij zich gedraagt, dat er iets niet klopt, dat er iets erg gebeurd is. Dan lezen we verder. Vix oculos atullitumo necutantes solebat. En ook hier, als je het scandeert en voorleest, dan pas
onthullen zich bepaalde klankpatronen. Vix oculos, atol litumo, de oerloos en de umo, die keren terug. Hè. Vix oculos, oculos, atol litumo. Na oculos heb je een césuur, naar umo heb je een césuur. Dus de twee woorden voor de césuur eindigen op een u en een o. Bovendien komt de k-klank in de x terug in de k van oculos. Atol litumo. En je hebt in uw ik tussen ook drie keer op de lange o-klank uw klemtoon. Vix oculos, atol litumo, o-o-o. Goed, dit om nog maar eens te benadrukken. En ook in vers 11 2, hè, ut antesolebat, antesolebat, a-e-e-a, ante-e-bat. Dat is eigenlijk een chiasme van klanken hier. En daar komt ook nog eens de t dan terug, hè. Ut ante solebat, necut ante solebat. Goed, dat voor de cadans. De vertaling, vix is een bijwoord, betekent nauwelijks. Oculus oog, atollere optillen, opheffen. Humus grond. Dus nauwelijks tilde ze haar ogen op van de grond. Typisch kenmerk van mensen die zich schamen over iets, hè, die durven niet meer de andere mensen in de ogen kijken. Die richten hun vizier naar de grond en richten hun blik eigenlijk niet meer omhoog. Teken van schaamte. Svix oculos satolitumo. Nauwelijks tilde ze haar ogen op van de grond. Oculos, leidend voorwerp. Wat doet je dan met umo, ablatief, bbb van verwijderingen? Weg van, en ze richt haar ogen niet meer weg van de grond. Ablatief BOB verwijdering. Nek ut ante solebat, ut met de indicatief. Dat leidt meestal, en dat is hier ook het geval, een bijwoordelijke bijzin van vergelijking. Zoals, ante is hier geen voorzetsel, hoe kunt je dat weten? Er volgt geen woord in de accusatief. Dus ante is hier een bijwoord. Tevoren, vroeger. Solere betekent gewoon zijn. En die gewoonte, die al in de betekenis van solere zit, wordt ook nog eens benadrukt door solere in het imperfectum, de tijd van de gewoonte, uit te drukken. Bovendien, door het in het imperfectum te zetten, heb je hier die klankherhaling van e en a. En niet zoals ze ervoor gewoon was, en dan in volgend vers wordt die gewoonte omschreven, die ze vroeger wel had en nu niet meer. Juncta de ai lateri, nec toto stagmine prima. Let opnieuw op de eindcadans, ook hier, agmine prima. A, I, I, A. En de M blijft in midden staan. Agmine, A-M-I, prima, I-M-A. Agmine prima is een eindcadans, even mooi als ante solebat. En dat gaat verder ook in volgend vers. Rubore pudoris, rubore pudoris, U-O-E, U-O-I. En de R komt er terug. Goed, eerst vers 459. Hè. Dus wat hebben we voorlopig? Ze tilde haar ogen nauwelijks van de grond. En zoals ze vroeger gewoon was, nec juncta est. Dus deze est moet je ook hier bij juncta zetten. En juncta est is dan indicatief perfectum van junger, hè. Verbinden. Dus letterlijk, en ze was niet meer verbonden met wie. Jongere staat hier met de vaste datief. De persoon waar je mee verbonden zij, die gevolgd. Lateri, dus de datief lateri, moet gezien als voorwerp bij juncta est. En ze was niet meer verbonden aan de latus, de zijde, de flank van wie, de ai, van de godin. En de godin verwijst die dan naar Diana, hè.
Dus Jungta est is uw eerste persoonsvorm hier. Van jongere, ze was niet meer verbonden. Hè. Ze liep niet meer mooi aan de zijde van de godin. Vlot, hè. Lateri, dativ, voorwerp bij Jungta est. En deai, genitief, vrouwelijk enkelvoud. BVB bezit bij Lateri. Ook hier heb je klankherhaling van E, A, A, E, D, A, Lateri. Dus en niet zoals ze vroeger gewoon was, was ze verbonden letterlijk aan de zijde van de godin, liep ze niet meer aan de zijde van de godin, liep ze niet meer naast de godin. Vlot, hè? Wat deze nog niet, een tweede nek. Nektotos agmine prima. Letterlijk, ze was niet meer eerste in gans de kolonne. Vlot, ze liep niet meer voorop en voor de kolonne. Est is hier een koppelwerkwoord, dus prima is hier nominatief vrouwelijk enkelvoud. NWD, wat doet je dan met toto agmine? Ablatief BWW plaatsen. Normaal moet er dan het voorzetsel in voorstaan, maar dichters mogen, omdat ze moeten letten op het aantal lettergrepen, die een in af en toe weglaten. Dus hier geen in. En ze was niet meer de eerste in gans de kolonne. Ze liep niet meer voorop de kolonne. Dus dat wil hier zeggen, de info die we krijgen in het vers, dat voor Jupiter Callisto had aangerand, Callisto een van de fanatiekste jageressen was binnen het gevolg van Diana. Ofwel kon je ervoor Callisto vinden net naast de godin Diana, hè? Zo verbonden waren ze. Ofwel liep ze voorop in de jachtkolonne. En die dingen waren voor de aanranding typisch voor Callisto. Dat was haar gedrag, heel fanatiek. Maar nu sinds die aanranding doet ze dat niet meer. Want ze is verkracht door Jupiter en Jupiter had zich verkleed als Diana. Dus ze voelt zich niet meer comfortabel naast Diana, ze loopt niet meer naast Diana. Zoals ze ervoor wel gewoon was. Ze kan ook niet vergeten wat er gebeurd is. Dus ze is niet meer gefocust op de jacht. Ze loopt niet meer voorop in die bende nymfen die samen met Diana zo graag jagen. Dus niet alleen op haar gezicht kunt je lezen wat er gebeurd is. Maar hier ook hoe ze zich gedraagt. Ze kijkt naar de grond, ze kijkt niet meer omhoog, ze loopt niet meer naast de godin en ze loopt bij het jagen niet meer voorop in de kolonne. En dat deed ze vroeger allemaal wel. Dus eender wie met een beetje psychologisch inzicht heeft hierdoor dat er iets gebeurd is. Maar Diana dus niet. Dat voor vers 448 en 449. Er komt nog een vers, 450, en ook hierin gaat Ovidius verder met het geven van lichaamstaal en signalen die erop wijzen dat Callisto zich niet zo goed in haar vel voelt. Hè. Sed silet, maar ze zwijgt, silere, zwijgen, hè, hier praesens, maar net als est en atolit, historisch praesens. Maar ze zweeg, ze was stil. Et laisi dat signa rubore pudoris. Et verbindt hier silet met dat. Ook gewoon praesens, maar opnieuw historisch praesens. Dare geven. Dus en ze gaf. Wat gaf ze? Signa. Denk aan signalen. Tekens. Accusatief onzijdig meervoud. Lernt voren bij dat. Ze gaf tekens. En als je meedoet aan voorspellend lezen, dan verwacht je nu tekens van wat, hè, in de genitief, laisi pudoris. Dus die perbaton laisi pudoris, die woordgroep in de genitief, is een BVB bij signa, tekens van wat. Hè, genitief BVB verklarend. Tekens van pudoris, pudor, schaamte. En bij pudoris krijg je laisi als participium perfectum. Het grondwoord staat rechts uitgelegd, laidere kwetsten. Kwetsen, dus gekwetst. Ze gaf tekens van een gekwetste schaamte, een gekwetst eergevoel. Dus haar vrouwelijk eergevoel, haar maagdelijkheid is nu aangetast. Na wat er gebeurd is met Jupiter,
is ze haar eergevoel kwijt, is haar schaamte vergroot. En daar geeft ze nu tekens van. Hè. Ze gaf tekens van een gekwetst eergevoel, een gekwetste schaamte. En hoe deed ze dat? Ablatief, BWW wijze, rubore, letterlijk met een blos. En blos betekent een rode kleur op uw wangen. Dat is een lichaamsreactie. Hè. Mensen die zich schamen of verlegen zijn, dan worden vaak de wangen rood. Dat is in de oudheid ook al zo. Dus Callisto schaamt zich hier. Ogen aan de grond gericht. Niet meer voorop lopen. Niet meer naast de godin. Silere, stil zijn. En daarvoor sprak ze zoveel. Maar ook nu schaamrood. Vandaar dat in Nederland is schaamrood op de wangen. Haar wangen zien hier ook rood. Opnieuw zoveel te teken dat er iets niet klopt. Hè? Laisi dat zing naar Ubore Budoris. En met haar rode kleur gaf ze tekens van een gekwetste schaamte, een gekwetst eergevoel. Let hier ook op de stijlfiguren in dit vers. Vers 11.1 gaat over inhoudelijk dat ze zwijgt. En daar zijn opvallende S-klanken. Set siledet laisi. De S komt hier meer dan normaal voor. Daarmee geeft Ovidius haar zwijgen een beetje gehoor. Set siledet laisi. Let ook op de klankherhalingen die de welluidendheid bevorderen. E, I, E, I. Set siledet laisi. E, I, E, I. Die klankherhalingen komen ook in de tweede vers zelf aan bod. Signa rubore pudoris. Rubore pudoris. Twee woorden van drie lettergrepen. De U, de O, de E en de R komen hier terug. Hè? Rubore pudoris. Signa rubore pudoris. Daar zit een cadans in. Dus de vier verzen die we net hebben overlopen, daarin geeft Ovidius aan hoe de nimfen aan de lichaamstaal, het gezicht, de veranderde gewoontes van Callisto kunnen zien, dat er met Callisto iets erg gebeurd moet geweest zijn. We waren begonnen met Vultu op haar gezicht, dus haar lichaamstaal op het gezicht, hè. Dan Oculos, ze kijkt niet meer omhoog, kijkt constant naar de grond. Nek Jungta de Ai, niet meer aan de zijde van Diana. Ook niet meer prima Agmine, niet meer voorop in de kolonne. Silet, ze was veel stiller dan anders. En Rubore, schaamrood op de wangen. Allemaal tekens, signa van Laisi Pudoris, een gekwetst eergevoel. En dan de laatste twee versen van dit fragment. Et nisi quod virgost poterat sentire Diana mille notis culpam nymphae sensisse feruntur. Nisi quod, daar is uitgelegd, als het niet was dat, mocht het niet zijn dat, en was het niet dat. Virgo, maagd, dus letterlijk, als het niet was dat ze een maagd was. Eerst vertaalt je altijd letterlijk, hè? En dan pas vlot. Als het niet was dat ze een maagd was, Diana poterat sentire culpam. Dan had Diana, culpa betekent schuld, maar hier is een slechte vertaling, want Callisto is niet schuldig aan die aanranding. Daarom dat sommige vertalers hier kiezen eerder voor schande. Dus ze is niet schuldig, maar dat heeft wel schande over haar meegebracht. Als het niet was dat ze een maagd was, had Diana haar schande sentire kunnen merken, mille notis, aan de hand van 1000 tekens. Klassieke overdrijving, hè? Het getal 1000. Dat zijn niet letterlijk 1000 tekens, maar het is een hyperbol. Het is een overdrijving. Dat voor de letterlijke vertaling. Wat staat hier? In de vorige verse is gezegd
hoe het zeer makkelijk af te lezen was op het gezicht en de gewoontes van Callisto die veranderd zijn, dat er iets gebeurd was. Dat ze iets schandelijk had meegemaakt. Maar Diana is de enige die die signalen niet kan lezen. En hoe komt dat? Zij is een maagd. Dus zij heeft nog nooit een man gezien. Dus zij kan ook niet interpreteren wat de positieve lichaamstaal is als iets goed met een man gebeurd is, maar ook niet als iets negatief gebeurd is. Dan kan zij ook niet die lichaamstaal correct lezen, omdat zij een maagd is. Was Diana nu geen maagd geweest en zij weet wat er fysiek kan gebeuren tussen mannen en vrouwen, dan had ze die signalen wel kunnen oppikken. Dus dat is wat hier staat. Hè. Was het niet dat ze een maagd was, had Diana de schande kunnen merken aan de hand van 1000 tekens. Maar dat is zo niet. Dus daarom irrealisch gedachte. Want Diana is een maagd. Dus zij komt niet in contact met mannen. Zij kent niks van de verhoudingen tussen man en vrouw. Niet emotioneel, maar ook niet fysiek. Dus zij kan die taal niet lezen. Daarom dat ze dat hier mist, die koelpan, die schande, zo duidelijk af te lezen valt op Callisto, kan Diana niet lezen, omdat ze een maagd is. Dat is wat hier staat. Hè. En bij Potterat, zie je nog als opmerking, Potterat is indicatief in perfectum, maar dat heeft hier de waarde van een irrealis gedachte. Diana is daarvan onderwerp. Normaal komt je onderwerp eerst en je persoonsvorm later. Hier wordt dat omgedraaid, dus je hebt inversie. Zo komt Diana met nadruk op het einde van vers 451. En dan komt Milenotis, dus die sterke hyperbool, aan de hand van 1000 tekens, komt in enjambement met nadruk voorop in het volgende vers. En inhoudelijk misschien wel het belangrijkste woord in dit vers. De schande die die verkrachting heeft berokkend voor Callisto en de gevolgen daarvan, staan hier in het laatste vers van dit fragment, net voor de césuur. En na culpam volgt een césuur. Het woord voor die césuur heeft altijd veel nadruk. Dus Diana had het niet door, omdat ze maagd was. Nymphae sensis seferuntur. Letterlijk staat hier, de nymfen, onderwerp van feruntur. Ferre betekent brengen, maar hier komt het niet ver met die betekenis. Hier betekent ferre vertellen. En sensisse is dan nog actief infinitief. Perfectum van sentire, merken. Als je het letterlijk vertaalt, de nymfen worden verteld het gemerkt te hebben. Dat is een typisch Latijnse constructie. Dat heet in uw grammatica, de verwijzing staat in uw bronnenboek G284. Dat is niet A plus I, maar nominatief met infinitief. Dus je mocht dat, om het Latijn te begrijpen, letterlijk vertalen. De nymfen worden verteld het doorzien te hebben, het gemerkt te hebben, het door te hebben. Maar in een vlotte vertaling, dus als de opdracht is op een toetsvertaalvlot, dan mag je dat niet zo vertalen. Moet je daar in Nederlands iets van maken als men vertelt dat, en men zegt dat de nymfen het wel door hadden. Dus die nymfen, die kunnen wel die lichaamstaal die veranderd is bij Callisto correct interpreteren. Maar Diana niet. Dat voor nymphae sensisse feruntur. Ook hier in die laatste twee versen, die inhoudelijk een beetje zwaarder zijn, minder frivol dan het begin van dit vers, waar nog wordt gezegd dat Diana op jacht is gegaan. In Arcadië, de zuidelijke Peloponnesos van Griekenland, veel dactielen, een vrolijk snel ritme. Hier overwegen de césuren. Culpam, lange klanken, nymphae. Die twee woordjes staan hier niet toevallig naast elkaar. Hè? Let op de klanken. U, a, u, ai. Twee keer twee lettergrepen. Twee keer ictus op een lange A. Twee spondeeën. Culpam nymphae. Bewust gedaan door Ovidius waarschijnlijk. Hè.
Vermoedelijk had Keizer hier tussen die twee, of een andere proza-schrijver, een tegenstellend voegwoord gezet. Je verwacht hier ook een maar, hè? Want hiervoor staat Diana zag het niet, maar de nimfe wel. Die maar wordt hier niet uitgedrukt. Dus dat is hier eigenlijk een asyndeton. De kracht van een asyndeton is dat je het niet zomaar met een paplepel in de mond van de lezer-luisteraar geeft, maar dat de lezer zelf de tegenstelling moet formuleren. Wat de tegenstelling krachtiger maakt. Dus Diana kon het niet zien, omdat ze maagd was, maar de nimfe wel, althans zo beweert men. En dat wordt versterkt door het asyndeton en door culpam en nymphae hier naast elkaar te zetten. Goed, dat voor dit fragment.